Een haringje op de Albert Kuip voor VVD-minister van Defensie Janine Hennis. En in het Transformatorhuis in West houdt de Partij van de Arbeid een evenement. Wat gaat u stemmen? GroenLinks. PVV. Waarom? Ik denk dat het tijd voor verandering is. Ik ben wel een ondernemer natuurlijk, dus ik denk wel dat ik VVD stem. De PvdA daalt ten opzichte van 4 jaar geleden flink, maar staat met 20,2% nog net bovenaan in de Amsterdamse peiling. En nu nog in Nederland. Wat gaat u stemmen? Nou, ik twijfel tussen de PvdA, waar ik lid van ben, en GroenLinks misschien wel. Dus ik heb nog een anderhalve week om erover na te denken. Dat is nogal wat. Ja. Inderdaad, maar het wordt heel spannend wie de grootste op links gaat worden. Het meest opmerkelijk is de verviervoudiging van GroenLinks. Van 5,4% 4 jaar geleden naar 20,1% nu. Voorstanders hebben het ook wel over het Jesse-effect. Hij doet het goed in de media, hij is mediageniek. Ja. Hij staat zijn mannetje, hij is goed, goede debater. Ik denk dat Jesse het charme, onze offensief, dat hij dat heel goed doet. Waar blijft het Lodewijk-effect? Nou, ik begrijp van u dat wij de grootste zijn in Amsterdam. Ja, maar dat wel veel minder nog dan 4 jaar geleden. Ja, maar weer beter dan in 2014. De PVV daalt net als landelijk iets en komt uit op 6%. Ook de VVD komt op minder stemmen uit dan in 2012, namelijk op ruim 15%. We hebben nog een tijdje te gaan naar de 15e en we gaan natuurlijk alles uit de kast halen om ook de Amsterdammer ervan te overtuigen dat het werk nog niet af is voor de VVD. Verder stijgt D66 licht, net als de Partij voor de Dieren. De SP daalt juist iets en van 50PLUS blijft met nog geen 1% weinig over. 19% van de Amsterdammers heeft overigens nog geen idee wat ze gaan stemmen. Heeft u dat altijd of is het dit jaar meer dan... Dit jaar meer dan anders, ja, klopt ja. Maar één partij krijgt hem zeker niet, de PVV krijgt hem niet. Ik denk omdat de partijen wat dichter bij elkaar liggen. Voor de zwevende kiezer, u heeft nog 11 dagen. Op 15 maart zijn de verkiezingen.